feest in de Vliert. 15e plaats geeft daar niet echt aanleiding toe, maar de supporters hebben koud bier. Dat is belangrijk. En willen Zuid-Amerikaanse taferelen in dit Brabants onderrondje tegen Jong PSV. Dat twee van de drie wedstrijden won. Met Wolves won er één en verloor er twee. Overtreding. Nassau. En een vrije trap waar een specialist achter gaat staan. Kijk maar, dit is een specialisme van Yuya Ikeshita. Hij kwam van Jong FC Utrecht, maakte één doelpunt per seizoen. Vierde duel van Den Bosch heeft hij dat doelpunt in elk geval alvast te pakken. En wonderschoon. Wordt wel heel veel ruimte weggegeven om die bal met een curve langs de doelman te krijgen. De elftal van Boessen doet het goed. Twee keer gewonnen, één keer verloren en een vrije trap. Toegekend door Wouter Wiersma. Iemand achter de muur. En die vrije trap gaat eigenlijk maar net naast de goal. Milian Gimenez legt hem daar met veel gevoel ervoor. Hier is Den Bosch weer. Want het vliegt wel wat op en neer. Nick de Groot daar. Twijfel bij de doelman. En uiteindelijk kan de bal worden weggewerkt. Daar door Gimenez weer uit die laatste lijn. Ikeshita. PSV zet hoog druk. En gaat daarvan profiteren? Ja, dat gaan ze. Emir Bars met zijn eerste doelpunt voor Jong PSV. Plaats ingenomen van Van de Heuvel in deze wedstrijd. Goed kijken, rechterbeen gebruiken, sturen. En Joey Roggeveen kansloos laten. Den Bosch had eigenlijk vorige week de beste kansen in de verloren wedstrijd tegen ADO Den Haag. Dat zal Wil Boes ook hebben gezien. En het grappige is dat ze nu heel veel weggeven. En wat? Kijk eens, Dagasan is daar als de kippen bij. Als Gimenez die bal op maat werkelijk voorlegt. Dan is er helemaal niemand met hem meegelopen. Dit lijkt wat ongewoon en dat is het ook. Maar PSV draait dus alles om. Gimenez, Dagasan en het is 2-1. En het elftal van Boessen verkeert in een prima vorm, is de nummer 4. En wil wel verder. Dit schot geblokt en dat tweede schot ook. Abed en Van Duiven. Allebei mochten ze het proberen. PSV heerst even. Domineert tot hier. Kwestie van wat zelfoverschatting van Tigo Land. En dan kan Den Bosch hier proberen om er doorheen te komen. Maar de keeper doet goed mee. In dit geval is dat Schiks. En geen kans dus voor Kostors, de Pol. Die daar in de punt van de aanval speelt. Kotsboué. Heeft een aardige voorzet met het rechterbeen. Oh, dat scheelt niet eens zoveel. En zo zijn er weer kansen. Vicario is er nu dichtbij. Het is een beetje het verhaal natuurlijk. Dat Kaczmarek, de Poolse coach, Pools-Duitse coach, vorige week ook meemaakte tegen ADO Den Haag. Hier moet hij dan toch vallen. Er worden kansen weggegeven door de belofte van PSV. Maar weer niet afgemaakt. Puntje wat hij als coach van Den Bosch nog aanhaalde in de persconferentie. Dit was een aardige voorzet van de jubilaris Rick Mulders, die daar zijn 100ste wedstrijd speelde voor Den Bosch. En daar een blessure voor Stan Maas. Die loopt hij op de rand van het strafschopgebied. De ernst wordt erkend door Wouter Wiersma. En hij ziet de bui dan al hangen, want het gaat allemaal niet meer. En Maas moet dus vervangen worden. Nog 25 minuten. PSV verdedigt de voorsprong. Den Bosch gaat steeds aanvallender spelen. Moet ook wel. Daar zou PSV van moeten kunnen profiteren met dit schot dat prima is. Gimenez. Maar de redding uitstekend in dit geval van Roggeveen. Ikeshita is de gangmaker, is de vormgever van Den Bosch. Dit is een aardige aanval. Maar dan moet het ook afgemaakt worden. En PSV met man en macht verdedigt het. En het kan uiteindelijk dan ook deze kans van Den Bosch om zeep helpen. Nog altijd gesteund door 6000 mensen. Dat zijn er veel. Den Bosch leeft. Kostors is voor de goal. Die wordt niet bereikt. En zo piept en kraakt het wel eens achterin bij PSV. Maar het breekt niet.
tot frustratie misschien wel van Den Bosch. Hier weer druk zetten. Ja, overtreding zo lijkt. Invaller Kaltau. Gekomen voor Dagastan. Maakt daar de overtreding. De man die druk op hem zet en de vrije trap gaat wel heel hoog over de goal. En dit zijn dan toch van die uitgelezen momenten waar je optimaal van moet profiteren. Profiteren doet Jong PSV. Derde overwinning op rij. En ondanks 6000 man frustratie en een thuisnederlaag voor Den Bosch. En dat doet pijn voor de club met ambities. Boes is tevreden.